Ik ben Lois. Op dit kanaal laat ik jullie zien wat er allemaal gebeurt achter de schermen van de clipsfabriek. En vandaag gebeurde er dit. Hey! Zo ja, dan knallen we echt tegen elkaar. Hoi jongens, ik ben Lois van de clipsfabriek en dit is Julia van Concept Nu. En vandaag hebben wij samen een video voor jullie. Nou, we zijn nu op het Wienersheim en we hebben heel groot een banner opgehangen. Ja, met I can make green great again. En dan kunnen alle leerlingen die voorbij komen iets opschrijven als ze een goed idee hebben. Ik denk dat de wereld verbeterd kan worden door onder andere verpakking water losbaar te kunnen maken. En ik denk als het gewoon losbaar is, wordt het geen rotzooi meer, maar dan verdwijnt het gewoon. Nou, ik denk dat de wereld beter kan worden door meer geld beschikbaar te stellen voor duurzame productiemiddelen. Dus dat. Ik denk dat we de wereld duurzamer kunnen maken door OV-kosten te vergoeden, maar autokosten niet. Mensen willen minder met de auto gaan, waardoor ook minder brandstof uitstoten. Yeah! Zijn we in de Wiep en het is dag 2. En vandaag gaan we met kleine kinderen dus kleurplaten inkleuren. Of nee, eigenlijk een hele grote. Dus dat. En dan gaan we nu naartoe. Appel! Dus hebben we te maken met een heel belangrijk onderwerp. Circulaire economie, duurzaamheid. En dat is altijd een beetje abstract. Heel veel kinderen hebben er eigenlijk niets mee te maken. Althans, dat denk je. Dus het idee dat we vandaag in gesprek gaan met die allerkleinste over wat is een groene stad. En stel je mag een uitvinding verzinnen om de wereld te redden. Wat zou dat dan zijn? Dat mogen ze kleuren, tekenen. En dan gaan we input verzamelen van een doelgroep die normaal eigenlijk helemaal niks te maken heeft met dit onderwerp. Wat ben je allemaal aan het maken? Ik ben een boom aan het maken met appels. Vind je appels lekker? Ja. En zwart, 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 zwart. Zwart, echte boom. Hi. Oh. Hi. Hi. Persoonlijk alles goed in de lijntjes. Ja. En dan ga je met kinderen kleuren? Ja, toch? Ja. Vroeger ook niet. Ik ging altijd gewoon krassen. En hier, nou dan is dit jouw ding. Ja, gaan we even kijken of het beter gaat. Talent. Limonade vind ik niet zo lekker. Nee? Wat voor limonade was het? Nee, ik niet. Ja, jij kan het niet? Ja. Oh, nee. Hij houdt wel van opruimen. Ja. Wat ga je de ster inkleuren? Zou ik meehelpen? Zou ik oranje doen dan? Ja, en dat puntjes doen we allemaal... Oeh, de puntjes rood. Deze blauw. Ja, maar dat moet ik nu Oh, nee, dus okay. Hou ook zo even. Yeah. Wat ben jij aan het tekenen? Voetbal. En waarom hou je van voetbal? Ja, we hadden heel veel mensen over in Almere, want die hebben geen werk. Oh ja. En daarmee gingen we voetballen, toch? Dus jij maakt een voetbal, zodat alle kinderen die niks te doen hebben met jou mogen voetballen? Met z'n allen?